Hoe ziet het hotel van de toekomst eruit? Ik denk dat er twee soorten hotels zijn in de toekomst. Eén hotel waarin alles gedigitaliseerd is. Je kunt alles aanpassen in je kamer, precies zoals je het zelf wilt. Er zullen geen mensen meer zijn die je bijvoorbeeld bedienen. Je kunt op je kamer zelf kiezen wat je dan wil eten. Een digitale menukaart en dan komt er gewoon op een vakje in de muur precies wat jij wil eten. Je kunt daarbij uiteraard rekening houden met allerlei dieetwensen. En het is ideaal als je op zakenreis gaat. Daarnaast is er een tegenhanger en dat is het hotel zoals we nu kennen. Met juist heel veel ruimte voor persoonlijke aandacht en waar de gast echt centraal staat. Hoe worden we bediend in de toekomst in een restaurant? Nou, ik denk niet dat we meer door bedienders worden bediend. Of misschien helemaal niet meer. Bijvoorbeeld dat je moet bestellen via je mobiel, bijvoorbeeld een app. Of dat je later ook nog bediend wordt door robots, maar niet echt door mensen meer. Waardoor je weinig sociaal contact hebt. Waar reizen we naartoe in 2023? Nou, doordat we zo snel kunnen reizen, hebben we de mogelijkheid om een soort van wereldburger te worden. Waarbij we dus in 5-6 uur gewoon allerlei wereldsteden langs kunnen. Maar na 10 jaar raken wij daar ook weer op uitgekeken. Dus wellicht dat over 20 jaar we een soort van ruimteburgers worden. Waarbij je dus gewoon in een resort op vakantie kan op Mars of Jupiter. Wat gaan we eten in de toekomst? In de toekomst eten we nog maar één pilletje. En met die pil is er zo'n smaakexplosie in je mond. Een 5-6 gangen diner. Het stroomt over je tong heen, door je mond heen, alles.